Burger King. Burger King. Burger King is... Ronald McDonald. Ronald McDonald. Burger King. Ik hou wel van een wopperkaas, hoor. Jongens, welkom bij Gamers.net HQ en je hoort, Kerstmis is approaching. En dat betekent dat als onze Marcel altijd als de kippen erbij is om Sky Radio op te zetten. Sowieso, maar dan op YouTube en dan gewoon een kerstnummer playlist. Heerlijk. Zodra Halloween voorbij is, staat bij mij thuis de kerstboom. Ik vind het prima, want dit is misschien een mooie tease naar de nieuwe Asus Bottlenecked. Die gaat er ook komen met de kersteditie. Ja. Maar afgelopen week hadden wij in Gamers.net Vriendendag en dat betekent dat Tom natuurlijk bezig is met de afwas. Waarom is dat natuurlijk? Omdat na een vriendendag is altijd opruimen. Ja, maar ik was er niet eens. Dus ik ben gewoon jullie troep aan het schoonmaken. Het is gewoon je werk. Want Marcel en ik hebben gedweld en gestofzuigd. Al ging het stofzuigen niet helemaal prima, want Henry is dood. Hier ligt hij. Rip Henry. Oh, en nog iets heel ergs is dat het Gamers.net Clubblad heb ik gewist. Nou, ik niet. Windows heeft hij gewist. Terwijl ik was al 80%... Dus ik ben het nou helemaal opnieuw aan het doen, zie je dat? En het is heel veel werk. Maar goed, maakt niet uit. De kerstliedjes zijn op, er kan niks meer fout. Ja. Wat hè? Wat is er? En dan ga je het zeggen ook. Nee, ik vind het mooi, Peter. Wat is er dan? Ik ben aan het genieten van de kerstliedjes. Nee, wat is er? Wat zei je? Het is gewoon grappig dat je super casual zegt, oh, er is niets gebeurd. Ik heb heel het clubblad verliept. Ja, is super kut. En ik heb gisteren tijdens de stream al een rant erover met jou. En jij gaat... Ja, man. Nee, je haar is awesome. Nee. Ik zou het zo houden. Maar, nee, een grapje. Ik zou het niet zo houden. Maar Mars, jij gaat ook van het weekend naar het kotfeestje, hè? Ik ga naar het kotfeestje afgelopen komende donderdag is dat. Rip kot, maar godverdomme kunnen zuipen. Nee, hey, ik heb sowieso wel zin in. Nee, maar jij bent echt voor kot nog steeds, hè? Ik vind kot nog steeds, want dan gaan we het zo doen. Ik vind kot nog wel oké. Okay. Nee, je mag het goed vinden. Je bent ook YouTube-kindje, dus dat is... Ik ben heel erg benieuwd naar die remastered versie. Ja. Daarom wil ik hem eigenlijk hebben. En de zombies in de ruimte, dat is het. Je zou de review eventueel kunnen lezen op gamers.nl. Die staan namelijk al live, Modern Warfare. Echt? Nice. Ja, redelijk positief nog. Ja, best wel. Ja. 9. Zo. Yo Marcel, hij is er, hij is aan. Hey, we zijn er. We zijn er inderdaad, ja. Maar de vraag is, waar zijn we? En, wacht even, voordat mensen vragen, waar zijn jullie? Een stille hint is nu links achter in beeld, of rechts achter voor de kijker, te zien. Een stille hint, toch? Hij is al redelijk stil. Het is het Call of Duty launchfeestje in de Maassilo in Rotterdam. Draai even om die camera, laat eens even zien wat wij zien. Dat is de entrance. Wat is dat? Heftig. En hoe heet die hier allemaal? Even Jack en... Jack, heel kleine... Nee, die andere toch? Zijn. Koppersan. Nou, dat waren alleen maar geruchten, maar ik denk niet dat het waar is. Nou, we gaan het zien hoor, het is wel groot. Het is namelijk een hele coole game namelijk. Dus. Wow. Doet hij het nou? Marcel, ja. ik dacht dat Bassie nog leefde, maar hij loopt daar als levende zombie. Oké. Hij zegt als clown geschreeuwd. Arme Bassie. Yo mensen, goedemiddag. Het is vrijdag en GNHQ is al gesloten. Ja, het is wel dicht. Ja, want waarom? Vinden jullie het beeld mooier trouwens? Want deze nieuwe telefoon waarmee gefilmd wordt. Wat vet. En ik wilde eigenlijk geen grote, maar de camera is zoveel beter op de 7 Plus dat ik die heb besteld. Heb ik voor jullie gedaan. Dus ik, serieus, ik wilde hem niet. Ook rond 28 gig gedaan. Heb ik ook voor jullie gedaan, want het is heel veel video wat te maken. Ja. Allemaal voor jou gedaan. Mooi. Dus ik hoef hem niet, maar voor jullie. Maar goed, we zijn onderweg naar Belgique. Brussel. Naar België, naar Brussel. En dit voelt voor het eerst echt alsof de tuk-tuk internationaal gaat. Want Antwerpen is leuk, maar jongens uit Antwerpen, als je kijkt, je bent eigenlijk gewoon een Hollander, doe gewoon normaal. Maar als je in Brussel komt, dan ben je gewoon echt gewoon een Waal, een Fransman. Vind ik. Dat is bizar, want ongeveer 90% daar spreekt Frans. Maar ik spreek normaal niet meer. 80 geloof ik. 80, gewoon 20% dus Nederlands. Dus eigenlijk, ik spreek echt 3 woorden Frans. En jij misschien 4. Paraplu. Die ken ik wel. Trottoir. Zeker. Dus ja, het wordt wel bizar. Het wordt een beetje tuk-tuk in de gaten houden. En,
wc. Het is talent namelijk. Maar ja. Low closet. Ja, precies. Ja. Ja, dus we gaan nu het. Het is verder. Trouwens, Assen, de reality is verder dan Brussel. Kwam ik net achter, wist ik ook niet. Dus eigenlijk Sorry. Valt het ritje wel mee. Alleen het is gewoon bijzonder dat we naar Franstalig België gaan. Dat is Oh, kun je het in bleempje filmen? Nee, het is dus gewoon niet te dat zien. Dat is niet te zien. Een kuttelefoon, ik ga hem inruilen. Ja, beetje. Okay. Nou, we laten hem zo wel even in voorornaam zien. En we zijn met Nintendo, hè, dus je ziet hier achter ook Yo-Kai Watch beeldmateriaal. Dat is super vet. Nou, eten we even. Doei. Oh, het is MCM Comic-Con. Ja, dat hadden we nog niet gezegd. Nee. Tom in Amsterdam, dat zie je ook niet vaak. Ik ben op de VR Days en dat is gewoon in het Vondelpark in een hele toffe kerk. Kijk deze kerk mooi zijn. Is wel leuk, VR Days, is allemaal virtual reality shit. En daar heb je natuurlijk niet van gehoord, want het is niet echt een consumentending. Het is een beetje business to business. Het is allemaal netwerken en toch kijken of we kaartjes uit kunnen wisselen. Dus dat is eigenlijk niet zo heel interessant voor gamers net zijnde. Maar we zijn uitgenodigd door XMG, dat is een soort van Duitse hardwarefabrikant. Om wel iets nieuws te komen checken, en dat is namelijk wat je hier achter mij ziet. Het is een virtual reality kit die letterlijk de hele PC is een rugzak. Er zijn meerdere partijen die dat doen, maar XMG verkoopt hem al en ik heb hem net even mogen testen. En het is oprecht super relaxed om gewoon rond te kunnen lopen in virtual reality, terwijl je niet hoeft te moeilijk te doen met de kabels waar je overheen kunt struikelen. Want er zijn geen kabels naar je computer, want je computer zit op je rug. Dus het is best wel vet. Dus ik heb er wel beelden van. Ik vond het leuk om mee te maken. En ik hoop dat we binnenkort ook zo'n setje mogen reviewen in Gamers Net Gear of zo. Zou wel leuk zijn. En sowieso, XMG komt naar Nederland. Dus we gaan denk ik ook meer laptops en systemen in de review krijgen. Dus tot snel. En Tom vanuit Amsterdam, out. En nu snel terug naar iets zuidelijkers. Nou, Daniel en ik zijn gearriveerd in Brussel bij de MCM Comic-Con. Sterker nog, we hebben opgebouwd. Ja. Dat duurde een half uurtje. Zoiets. Denk ik. En we staan dus als onderdeel van de Nintendo stand. Die is daar. Daar hebben ze natuurlijk Pokémon. Ja. En wij hebben Wii U games. En je moet ook allemaal Yo-Kai gaan verzamelen. Of met allemaal stickers. En daar zitten wij ook bij. Ja. Super vet. Dat is wel een scoop. Dat is wel een dingetje. Ja. Dus wij zijn klaar. Heel veel tape verbruikt weer. En vanavond gaan we in tegenstelling tot normaal. Normaal gaan we altijd op stap. Eigenlijk altijd. Ja. Vanavond gaan we niks doen. Nee. Nee, ja, een beetje artikel. Een beetje werken. Werken. Dat is ook wel eens goed. Je zat net te klagen, hè, toen je binnenkwam. Hoezo zat ik nou weer? Nee. Kleine kutkamer, zeg. Kut-tv. Nee, het is heerlijk. Kleine kut-tv vooral. Het is wel een lekkere kamer. Hier zijn we. Super chic. Ziet er vriendelijk. Kijk, en hier, eerste klas uitzicht op Molenbeek. Dat was heel goedkoop, hè. En dus hier vertoeven twee nachtjes. Ja, super vet. En ik had hier al de room service champagne. Die is €49. Nou, valt mee. Twee flessen. Het heeft ene man, hè. Ja, lekker man. We gaan nu even eten. Ja, lekker man. Kijk, wij wilden even een hapje eten. En dit is het restaurant. We zijn gewoon alleen. Ik weet dat het niet goed gaat in Brussel met de hotellerie sinds, je weet wel. Maar dit is wel heftig. We zijn echt in ons uppie. Nou. Dat moet jou niet, hè? Nee, jij wilde het iets drukker. Maar een stelletje erbij. Ja, iets voor een stelletje, weet ik veel. Iets erbij. Hoeren. Zeg ik dat nou toch? Iets. Kijk hem staan, joh, daar. Kijk hem dan, daarachter. Mooi, hè? De eerste keer dat ik dit zie. In je leven? Ja. Behalve gisteren. Ja. Ik ook. Ik heb hem ook nooit gezien in mijn leven. We zijn er weer klaar voor. Je ziet, we hebben onze jerseys weer aan. Onze Gamers & Nintendo jerseys. En MCM Comic-Con, het gaat commencen. Het lijkt een beetje op Amsterdam Comic-Con, vond ik, qua uiterlijk. Dus niet zo groot. Nee. Niet zo sfeervol. Maar daardoor vallen wij wel meer op, want wij zijn duidelijk de awesomeste stand. Sowieso, en we gaan shit kopen. En Daniel gaat shit kopen. Ik ben een beetje platzak. Ja, zegt hij altijd. Ja. De plakzak zeg ik altijd. Dit is platzak, is iets anders. In de weer met doekjes, vanwege de ontsmetting van de 3DS, want er heeft net iemand op gespeeld. Dat is echt heel vies. Ah. Maar we staan dus hier, jongens, dat is leuk. Want hier staat de tuk-tuk dus, dat kun je zien. Maar dit is de Nintendo stand. Ja, super vet met Pokémon. Het voelt als een buy-out van Gamers Net Into Nintendo. Vet, hè? Ja, dus ik vind het ook wel vet. Top. Ik ben ook wel voor. Mensen steunen ons een beetje met Frans en zo. En dan moeten we met handen en voeten. Ja, we hebben daar Joe staan. In het vet zie je Joe. En die is tweetalig. Dat is onze Frenchman. Ja, en af en toe heb je dus hier echt Terremens. Dus dan begin je Nederlands. En dan verstaan ze het niet. En dan begin je Frans. Nee, dan kan ik niet. Dan begin je Engels. En dan begin je gewoon in het Frans terug te praten. Ja, dat ben ik gewoon niet.
En we doen met een super vette Yoko Watch actie. En dat betekent dat je allemaal Yoko Watch stickers moet verzamelen. En wij hebben er twee op de tuk zitten, namelijk één hier op het dak. En eentje hier op de voorkant van de tuk-tuk. En dat is vet, want heb je al het nieuwe logo gezien voor op de tuk-tuk? Check dit. Wow! Check hem! Bedankt aan een dikke shout-out naar Roninator. Die heeft hem 3D-print, helemaal zijn eigen tijd. Hij is er lang mee bezig geweest. Ja, moet je toegeven, Ronald. Je hebt er toch zeker bijna een jaar aan gewerkt. En maar is nu het resultaat is fantastisch. Kijk dit. Maar de Piaggio-logo is dus dezelfde vorm. Dus hij is net zo groot. Hij kan er net overheen. Super vet. Thanks, Ronald. Yay! Daniel wil weer wat kopen. Ja, ik weet gewoon niet wat. Nee. Het is een rustige beurs. Er valt qua bezoeksaantal een beetje tegen. Het is bij de tuk-tuk is wel heel dagdruk, want dan zijn we het enige wat je kunt doen. Zijn er mensen nu? Ja, er zijn nu ook mensen. Nou, leuk. Altijd. Jij wilt niks kopen? Nee. Ja, weet je wat het is? Ik wil of een pet. Een pet. Een shirt. Kijk, een pet. Of ik wil een fucking vette koeienschedel met horns. Maar die is dan weer 150 euro. Geen geld. Ik vind deze leuk. Die voor jou. Hyrule University, vind ik leuk. Ik vind deze vet. Die is ook vet, Droid Sales, Star Wars. Maar goed, lastig. Wat moet je kopen op zo'n dag? Nou, we kunnen het splitten. De eerste is 20 euro, de tweede is 10 euro. Allebei een shirt. Hij is fucking vet. I know. Hij is fucking vet! Hij is helemaal vet! Is dat video? Video! Burger King! Burger King is... Ronald McDonald! Burger King! Ik hou wel van een Whopper kaas hoor. Cheese! Ja, en als dan de tweede dag van de MCM Comic Con begint en je komt binnen met deze muziek. Hoe episch is dat? Speciaal voor ons. Elke beurs waar we staan met Gamerset is geld uitgeven. Ik heb het nog niet gedaan. Ik wilde heel graag geld uitgeven, maar ik heb het gewoon nog niet gedaan. Ik denk dat ik het ook niet doe. Peter daarentegen, die had eigenlijk geen geld. Ik heb hem nou weer gekocht. Ja, weet je, ik moet even... Ik heb... Oh, de Pikachu even lang. Hi, Pikachu. Oh. Ah, goed. Ja. Dikke reet trouwens. Maar... Ik respecteer alles en iedereen. Ja, sowieso. Maar ook Pokémon. Ja. Nou, ik heb ook met thuisfront gebeld of het dan wel mocht. Ja. Maar dit is een lightsaber, een FX lightsaber van Hasbro. Dat zijn die metalen heften. Dus de echte, zeg maar. Gewoon de echte, behalve dat je niet Daniel's arm mee kunt afhakken. Wat jammer is, maar dat is technisch nog niet mogelijk. Nou, vooral kort, €350 kost die ongeveer. Via eBay kun je ze wel goedkoper krijgen. Maar hier stond het voor €150. Dus je bent gewoon echt een dief van je eigen portemonnee als je hem niet koopt. Ik krijg mijn armen niet meer uit. Wat een ding. Dat zei je moeder ook. Maar volgende vlog gaan we hem uitpakken. Want dat wil ik wil hem eigenlijk niet weer inpakken. Waarom? Ik deel stop. Oh, maar je krijgt hem er niet uit. Dus volgende vlog weer kijken, jongens. We gaan hem uitzetten. Er is er ook even een Obi-Wan die ik heel graag wil, is er lang niet meer te krijgen. Maar die komt, die man die heeft me verzekerd dat Hasbro gaat die weer een keer maken. Alleen dat verschilt wanneer. Duurt lang. Kylo Ren is in ieder geval nu van mij. Dit is ook gelijk de vetste, want hier heb je drie eigenlijk. Je hebt drie sabers. Eigenlijk gewoon het zwaard. Dat is een ridderswaard. Ridderswaard. Mooi. Terug in het moederland. En nou, weet ik dat we best wel veel Vlaamse bezoekers hebben, Belgische kijkers. Leuk dat jullie kijken, maar even één klein advies. Je ziet de tuk-tuk is behoorlijk nat. Daan is nog bezig. Toma! Zundap.
Dat is echt heel handig. Dat is asfalt en als het dan nat wordt, dan is het niet dat het zeg maar overal opspat en spiegelt en dat je niks meer kan zien, want het is ook nog eens donker. Waardoor er allemaal ongelukken gebeuren. Je dus op dit moment 100 kilometer file hebt in België. De wegen zijn al niet prettig, maar Zundap zou heel veel oplossen. Kun je heel groot zeg maar, kun je boven de weg neerzetten. Aquaplanning, snap ik wel. Hoef je niet neer te zetten als je wel goed asfalt hebt. Aquaplanning? Dat moest ik even kwijt. Maar we hebben het overleefd. Het was wel een heftige rit even in het begin. Ja, harde regen vooral. Ja. Maar het is vroeg nog. Het is super vroeg. We zijn super vroeg thuis. Het is kwart voor acht. We zijn 9 uur thuis straks. Gewoon. Vanavond gewoon een lekker onder de deken lekker filmpje kijken. Filmpje kijken, lekker ja. Hoor. Hartstikke goed. Bedankt voor het kijken deze week. Mocht je dit nou leuke video's vinden, check ze vooral op gamers.nl. Op elke dag unieke content, weet je. Of nou, unieke video-items zelfs. Sowieso. En kijk je dit nou op YouTube, geef even een like, een duimpje, reactie vinden we ook altijd leuk. Wat vind je daar eigenlijk van? Dat willen we graag weten. En kijk je dit op Facebook? Nou, dat kan eigenlijk niet. Maar like ons gewoon overal. Dat is eigenlijk de bedoeling. Ja, like GamersNet op alles waar je maar kunt. Ja, en volgende week dan laat ik je mijn lightsaber zien. Ja, dat gaat gebeuren.